Som 11. Ja, het is 15 uit de 12e editie. En jullie gaan hier de inhoud berekenen van piramides. Er is een filmpje met algemene uitleg van piramides. Daar leg ik uit hoe het werkt. En deze gaan we nu gewoon doen. Ik werk altijd met een vaste aanpak. Die aanpak die laat ik met de inhoud van het prisma terugkomen. En die laat ik ook weer nu terugkomen. En dat is steeds hetzelfde. Schets het grondvlak. Bereken de oppervlakte van het grondvlak. Zoek of bereken de hoogte. Bereken de inhoud van de piramide. En ik zet er ook steeds bij 1, 2, 3, 4. Als je dat ook doet, heb je een soort houvast. Het is dus som 15 uit de 12e editie en uit som 10e editie som 11. Maar het is dezelfde som. Schets het grondvlak. Dat is de eerste stap. Dan moet ik even kijken. Nee, dat is som B. Dus even kijken voor plaats ik had. Ik begin eerst even met de eerste stap, het grondvlak te schetsen. Nou, dat is nou gewoon te simpel voor woorden. Toch doen. 4, 4. En er staat bij dat de afmetingen in centimeters zijn. Dus 4 centimeter, 4 centimeter. Dan gaan we naar de oppervlakte van het grondvlak. Oppervlakte, grondvlak. Ik krijg dat niet even goed geschreven. Ik weet niet goed hoe dat komt, dat hij dat niet goed pakt. Oppervlakte, grondvlak is 4 keer 4. Ik zou ook kunnen zeggen, lengte keer breedte is dus 4 keer 4. Is 16 vierkante centimeter. Gedaan, gedaan. Let op, vierkante centimeters. Hè? Dan gaan we de hoogte zoeken. Zoek of bereken de hoogte van de piramide. Nou, de hoogte van de piramide is de afstand van de top tot aan het grondvlak. En de top ligt in het bovenvlak. Dus eigenlijk is het de afstand tussen het grondvlak en het bovenvlak van het figuur waar die in dit geval in zit. En dat is dus 4. Dus de hoogte... Piramide is 4 centimeter. Nu kunnen we dus de inhoud van de piramide gaan uitrekenen. En dan schrijf je eerst, dit is dus stap 4. Dan schrijf je eerst op inhoud piramide is. En ik denk dus, als jij een verkeerde formule gebruikt voor de inhoud, mijn collega's die in de tweede staan, beetje kennende, denk dat ze zeggen, bam, alles fout. Had je maar die formule uit je hoofd moeten leren. Dus denk ik, verwacht ik. Dus als je bijvoorbeeld 1/3 vergeet, zeg je, ja, dat is de formule voor de prisma. Helemaal fout. Je kent je theorie niet. Verwacht ik. Dus zorg dat je echt uit je hoofd weet. Ja? Komt het later een keer terug, dan zeggen ze, oh, verkeerde formule gebruikt. We haalden wel punten af, maar nu gaat het hierover. Dus ik denk dat ze compleet fout rekenen. Dus dan krijg je 1/3 keer de oppervlakte grondvlak. Heb je bij stap 2 gedaan. Keer 16. Keer de hoogte is 4. Zo, hoppatee. En we zijn met de inhoud bezig, dus kubieke centimeter. Nou, en dan komen we dus uit op, even kijken. 21, 1/3 kubieke centimeter. Dat was hem, vraag A. Dan gaan we naar vraag B. Ik zit even kijken of ik het goed heb gedaan, of ik niet verkeerde antwoord van de verkeerde vraag heb gezien, maar dat is goed. We gaan naar vraag B. Schets weer het grondvlak. Ja, en nu wordt die leuk. Want nu, ja, die andere vond ik ook leuk, vindt allemaal leuk. Maar het is namelijk nu een gedraaid vierkant. En hoe schets je dat nu? Je moet niet, ja dat klinkt stom, je moet niet. Maar ik adviseer het niet zo te gaan doen. Want dan mis je heel veel aan gegevens. Wat ik adviseer is, teken het vlak waar het grondvlak in ligt. Dat is mijn tip. Teken het vlak waar het grondvlak in ligt. Dan zet je puntjes... Waar dat die, moet ik noemen. Dan zet je puntjes waar dat die de zijkant raakt. Zo. En dan teken je. Zo. Dan zet je de gegevens erbij. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. En dan ga je de oppervlakte van het grondvlak berekenen. Je kunt ook zeggen, je kunt nu zeggen, ik ga... Met Pythagoras uitrekenen dat deze zijde wortel 8 is. En is dus de oppervlakte van dit vierkant wortel 8 keer wortel 8. Dus de oppervlakte van dit vierkant zal 8 zijn. Hoe doe je dat? Gaat snel denken, voor sommigen. Nou, wat je dus kunt doen, is dat je zegt, nou, de oppervlakte van een vierkant is lengte keer breedte. Of de lengte in het kwadraat. En dan zou je dus kunnen zeggen, ik reken deze uit met Pythagoras, dat is wortel 8... Dus de oppervlakte is wortel 8 keer wortel 8 is 8. Mag. Maar dan moet je heel zeker weten dat het een vierkant is.
En dat weten jullie niet altijd zeker. Wat werkt nu altijd? Wat werkt nu altijd? Nou, als we de oppervlakte van dit willen weten, dan halen we die driehoekjes aan de zijkant eraf. Dan rekenen we eerst even het vlak uit waar het grondvlak in ligt. He, dus zeg maar eventjes het rode vierkantje rekenen we uit. Het rode vierkantje rekenen we uit. En dan halen we dan die oranje stukjes vanaf. Nou, wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat de oppervlakte van het grondvlak... Oh, dat is rood. Zo. Oppervlakte. We gaan naar stap 2. Hè? Oppervlakte grondvlak is... Nou, wat is dat nou precies? Nou, dat is 4 keer 4. Hè, dat is de buitenkant. En dan haal ik er 4 keer vanaf. Want er zitten 4 oranje stukjes. Dus ik haal er 4 keer vanaf deze. De oppervlakte van zo'n oranje driehoekje is een half... keer 2, keer 2. En dan kom je dus uit, de oppervlakte van het grondvlak is 16 min 8 is 8 vierkante centimeter. Zo kan het dus ook. Dit werkt altijd, deze truc. Ja? Ik zou het zelf ook zo doen, denk ik. Ook al zie ik dat het vierkant is en, ik ben dol op Pythagoras en ik weet uit mijn hoofd dat deze schuine zijde wortel 8 is. Maar toch... denk ik dat ik het zo zou doen. Ik vind het, ja, ik weet niet, er past er beter bij, vind ik. Dan gaan we naar 3. 3 is de hoogte. Zoek of bereken de hoogte van de piramide. Nou, dan ga je kijken. De top ligt in dit vlak. Dus je zou kunnen zeggen, de hoogte is de afstand van het grondvlak. Die ligt in dit vlak, hè. Die ligt in dit vlak, de grondvlak. Tot aan de top is precies hetzelfde als deze. Dat is de hoogte. Dus, hoogte, piramide, piramide... is gelijk aan 4 centimeter. Nu gaan we naar stap 4. Inhoud piramide. En nogmaals, zorg dat je die formule kent. Echt voor zorgen hebt. Want dat is zo belangrijk. Ik denk echt dat je 0 punten krijgt. Ook nu, misschien voor de oppervlakte van het grondvlak. Misschien. Maar keer grondvlak keer hoogte. Nou, is dus 1 derde keer naar het grondvlak. Even zoeken, 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 zoeken. 8. Hoogte 4. Dus 1 derde keer 8 keer 4. En let op, kubieke centimeter. Wat zijn inhoud aan het doen? Dat zijn van die dingen, als je daar een tweetje schrijft, bam, weer een halfje eraf. Dat is zonde. Dus let daar goed op. Als je tijd over hebt, wat niet altijd is, maar als je tijd over hebt, loop even na. Oppervlak, ja, vierkante centimeter. Inhoud, ja, klopt. En als je helemaal aan het eind van de toets klaar bent, ga dan niet zitten vervelen of iets anders doen of een boek lezen. Loop even je eenheden na. 10, 2 derde kubieke centimeter. Dat is vraag B. Dan gaan we naar vraag C. Dat is ook weer leuk. Ik vind het eigenlijk allemaal leuk. Ja, het werkt allemaal leuk. Schets het grondvlak. Schets het grondvlak. Nou, ik zet even de C hier. Dat doe ik voor het scrollen. Hè. Als jullie alleen C willen zien, dan kun je het zien verschijnen. Schets het grondvlak. Daar gaan we. Stap 1. Zet op die ene bij. Dan teken je het vlak waar het grondvlak in ligt. Dat is een vierkant van 4 bij 4 centimeter. Dan zet je de puntjes waar het grondvlak van de piramide het vlak raakt, zeg maar, waar die in zit. Dus hier heb ik een puntje, dat is dit puntje. En nu hoef ik eigenlijk verder geen puntjes meer te zetten, want dit is een hoekpunt en dit is een hoekpunt. En dan knallen we daar die lijnen in. Zo. Nu is dit 2 en dit is 2. Even kijken of ik het goed deed, maar ik doe het goed. En dan kleur ik dit in. Zo. Dit is namelijk het grondvlak. Dat die hier op 1 zit, heb je misschien helemaal niet nodig, hè? We gaan het even zien. Dan gaan we naar 2. Het heeft ook mee te maken met dat je leert de informatie uit verhaaltjes te halen die nuttig is en waar je niets mee moet doen. We gaan nu even kijken. 2. De oppervlakte van het grondvlak. Oppervlakte grondvlak. Nou, wat ik nu ga doen. Ik ga het werken met kleurtjes. Een boek werkt vaak met 1 en 2, kan ook. Hè? Maar die 1 en die 2, die zijn hetzelfde. Dus dan hoef ik hem maar 1 keer uit te rekenen, dan kan ik hem een keer 2 doen. Dus dan krijg je de oppervlakte is. En dan zou je dus kunnen zeggen, ik pak heel dat vierkant. Dus dat is 4 keer 4, min de oppervlakte 1. Min oppervlakte 2. Dat werkt altijd. Maar, wat werkt hier sneller? Sneller werkt
Ook dat is niet anders in. Sneller werkt dat je ziet dat dit een driehoek is. Dat je ziet, hé, wacht eens even, dit is een driehoek. Dit is 4 centimeter. Dit is de hoogte van die driehoek. Dus de oppervlakte van het grondvlak is een driehoek. Dus krijg je een half keer de zijde, keer de hoogte. En dan krijg je dus een half keer de zijde is 4, keer de bijbehorende hoogte is 4, ofwel is 8 vierkante centimeter. Vierkante centimeter, let op het tweetje. Dan is het weer min een half. Dus dat gaat sneller. Die andere manier werkt ook, hè. Dan kom je er ook prima aan uit. Dan reken je gewoon eerst het vierkant uit de oppervlakte. En dan haal je vanaf. Dan doe je een half keer 4 keer 2. En die haal je dan 2 keer ervan af. Dat kan ook. Dat mag ook. Dus dat je het oranje stuk eraf had, ander oranje stuk. Dit is sneller. En vaak hebben jullie tijd tekort. Althans, dat is een probleem wat ik vaak hoor. Dat tijd tekort. En als je nu gelijk de formule van een driehoek gebruikt. Dus gebruik deze constructie vooral als je dit soort figuren hebt. Dan adviseer ik echt die constructie te gebruiken van eraf halen. Is het grondvlak gewoon een driehoek? Probeer je dan als het kan. Kan niet altijd. Je hebt niet altijd alle maten. Zijde. De half keer de zijde keer de bijbehorende hoogte. Nou, die heb ik nu gehad. Dan ga ik naar stap 3. De hoogte. Nou, de hoogte van de piramide. Die is dus gelijk aan. Nou, dan gaan we even kijken. Hier ligt de top in het bovenvlak. Hier ligt het grondvlak. De hoogte van de piramide is altijd afstand van het grondvlak tot aan de top. Dus dat is in dit geval 4. Ofwel 4 centimeter. En dan gaan we naar de inhoud van de prisma. Piramide. Oh, ik zei prisma. De inhoud, piramide. Oh, ik hoop dat ik ergens prisma heb geschreven in deze som. Ik moet straks even nakijken voor ik hem erop zet. Inhoud piramide is dus 1 derde keer het grondvlak keer de hoogte. Is dus 1 derde. Nou, het grondvlak was 8. Keer de hoogte is 4. En we zijn in kubieke centimeter aan het rekenen. En dat is ook weer 10 2 derde kubieke centimeter. Wat zie je nu? Dat de oppervlakte van de som uit C en die van uit B, die is even groot. En dat heeft er dus mee te maken dat de oppervlakte van het grondvlak even groot is. Want die hoogte is even groot en de oppervlakte van het grondvlak. En daarom zou je niet zeggen als je het zo ziet, en toch is het zo. Nou, bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!